Medical aid requested on great. C, je gaat er vandoor. Wacht voor. We have a criminal resisting arrest in Palato Forest. Politie, alle inzittenden van het zwarte voertuig uitstappen met je handen omhoog. Jullie zijn aangehouden. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDVO en more. En vandaag gaat Wim op pad in, hoe heet het dorp hier? Ik heb de naam geweten, Palato B zou dat kunnen, wat ik daar zie staan. Ik ga er wel vanuit. We gaan op pad met de Volkswagen Touareg. Ik kan dat nooit uitspreken. Super gaaf ding gemaakt door Team MH. Shoutout naar hun. Ja, dat is een team natuurlijk. Ja, logisch. Wauw. Hoef ik niet te zeggen. Super vet ding. Ik heb hem in het echt één keer gezien. Want hij staat geloof ik voornamelijk in Den Haag. Ik heb hem twee keer gezien. Eén keer in Den Haag geloof ik. Of daar in de buurt. En de andere keer hier zo, toen de grote terreurdreigingen waren op de stations. En toen stonden ze met dit ding, met zwaar bewapende uniformen, nu in beeld en wapens dan ook, stonden ze het station te beveiligen. Paniek, want het was niet echt bekend bij de burgers, maar het was op meerdere plekken zo, dus niet alleen hier. Maar dat is een super gaaf ding, hij is helemaal bepanserd. Ik weet alleen niet of dat ook deze is. Inmiddels begreep ik uit bronnen dat het niet meer zo is dat deze wordt ingezet met zwaar bewapende uniformen en wapens. Dus wij gebruiken hem lekker als noodhulpauto. Genoeg gezegd, heerlijk geluidje heeft hij, want hij staat op Police Old 1. En dan krijg je dat. Dus we gaan er iets, beetje jammer, maar we gaan er wat van maken. En dat ligt dan niet aan de maker, maar dat ligt gewoon aan mij, dat ik hem op Police Old 1 heb gezet. En dat ik inmiddels wel weet dat deze zo'n sirene heeft, of sirene, dat deze zo'n zo'n geluid heeft. Meldingen staan aan, yes. En dat is links op. Ja, mevrouw. Even doorlopen. Want die had geen groen. Ik ga vooral even rond hier, want hier gebeuren nog wat rare dingen. De eerste is een assault. Bekende melding. Even prio 2 daar naartoe. We zijn er al bijna. 12 NOC, ik heb zicht op de verdachte. Die staat er gewoon of die? Dat is verhoord. Drie mensen. Het slachtoffer, zij waarschijnlijk. Ja, oké, agent. Fijn dat je bent. Ik weet niet wat te doen. Het was zo eng. Dus ik weet niet wat. Ze was bij een ding om eten te halen. Hij was, en die man was gewoon de hele tijd naar me aan het kijken. Dat is die man links. Ik ben weggegaan en hij heeft me gevolgd. Hij wou mee de bus in. Hij is mee de bus in gegaan en wou gewoon niet weggaan. Ik ging vanuit de bus en hij bleef me volgen. Ik wou de busbestuurder nog vragen om te helpen, maar hij deed. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik ben zo bang. Deze man hier naast mij, die belde, die is naar me toe gekomen, die heeft 112 gebeld. Dat is gewoon wat er is gebeurd en nu begint ze te huilen. Rustig maar mevrouw. Hallo meneer, kunnen we even vertellen wat... Oh nee, wacht, nu beginnen we met die mevrouw te praten. Goed, meneer, u heeft ook een... Wat zou ik zeggen, de zware agent. Ik weet niet of het klopt dat hij er ook volgde in de bus, maar... Ik heb in ieder geval gezien dat hij haar volgde van de bus uit de bus. Ik wou hem stoppen voordat hij iets ging doen. Dat is hem daar zo, die daar inmiddels weer staat te wachten. En ik wil je best een verklaring af laten leggen als het zo is. Ik ga even met meneer praten. Goedendag, hallo, politie. Ja, nou die zien.
Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Goed. We hebben bij deze aangehouden. We gaan even kijken. Ik weet niet, eerlijk gezegd, of stalking iets is wat mag. Maar, ja, sowieso op... Oh, er een vuurwapen bij, daar hebben we geluk. Ik zag een vuurwapen tijdens het... tijdens het inrekenen van de verdachte. Ik weet niet of stalking iets is wat mogelijk is en of wat ja, verboden is. En of we het op deze manier kunnen vaststellen. Ik ga in ieder geval de melding afsluiten. Deze twee mensen hier gaan op het bureau een verklaring afleggen. En wij kunnen door verdachten aangehouden. Voor verboden wapenbezit, dat is er nu bijgekomen voor het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Dat is, daar is hij even op basis van aangehouden. Dat komt goed uit, want dan kunnen we meteen kijken of die wat er allemaal verder is gebeurd. Hier zit niemand meer in. Ik weet niet of dit voertuig schade heeft, want hij knalde hier wel. Of hij stond hier. Dat was een heel raar gesprek. Als je Engels kunt, dan weet je waarschijnlijk wat ze zei. Als je het verstond, weet je waarschijnlijk wat ze zei. Het voertuig laat weer even staan. Had hij wel kentekens voor een... Een voorbeeld, oké. Okay. Goed. Even kijken of hij niet gestolen staat of zo. En dan moeten we de eerste hebben. Knap dat je van achter een kenteken kunt checken. En weer alvast rijden. Target license plate. 2, 2, Lincoln, King, Queen, 2, 5, 8, no, 1099. Ik wil niet waar. Daarachter. En er kwam er net wel een met een autoalarm langs. Hier ergens, maar ja, die gaan we nooit meer aantreffen. Stop even, stop even, stop even, stop even. Blauw aan. Suspect's license plate. 8, Edward, Edward, Mary, 3, 9, 5, a traffic felony. Dit is hem niet. Ze zullen waarschijnlijk werkers zijn die hun dag eindigen. Ja, de ID van de... eigenaar is suspended, maar ja, daar ga ik nu even me niet mee bezighouden. Hallo koe. Attention all units. We have a traffic alert on Great Ocean Highway. Rijd alsjeblieft Prio 1. Krijg de eerste Prio 1 melding van vandaag, een ongeval met letsel mogelijk. Even kijken hoe we daar gaan komen. Ik ga het strand op via hier. Dus dat betekent dat we even daar. We zullen alleen wel even naar achter. En hierop. Zo. Gevaarlijke uitrit. Natuurlijk zo bij de snelweg. Ik zorg dat het verkeer mij heeft gezien. Dat is in ieder geval en gehoord. En dan kunnen we vertrekken. Op het strand een aanrijding met auto's. Dus. Dat vind ik wel raar, dus we gaan even kijken hoe en wat we hier al een inschatting kunnen maken. Is er een plek waar je het strand op kunt? Zo te zien niet, dat gaan we niet doen. Nou, dat is ideaal voor op het strand deze auto. Even snel oversteken, zo levensgevaarlijk. Hier zo dan. Oh. Oh god. Wow, ik schrok echt heel erg weer. Dat verwacht je dan niet. Oh. Goed, er zit nog iemand in. Zeker aan met spoed, ambulance en brandweer ter plaatse, alsjeblieft, dankjewel.
Great Ocean Highway. Officers report a fire alarm. An ambulance requested. Palato Bay. Respond code 3. Brand is uit. Maar het slachtoffer zit er nog in. Ik kan hem niet eruit halen. Dat is iets voor de brandweer en de ambulance samen. Ik hoop alleen dat ze snel komen. Brandweerwagen is aanrijdend. Oké, dankjewel. Oh, hoe erg je van iets kunt schrikken eigenlijk, hè. Maar die, ja, ik heb mijn headset altijd wel goed hard staan. Maar ja. Ik hoor al iets, dat is mooi, de ambulance. Ik hoop dat die iets kunnen. Nou komt de ambu. Hier zo. Goed zo. Keurig. Ik hoor ook de brandweer aankomen. Nou, die hoeft al niet meer. Hoi. Hey, auto explodeerde, lag op de kop. Door de explosie weer recht gekomen. Slachtoffer is inmiddels uit het voertuig. Nou ja, ik blijf er liever af als ik niet weet hoe en wat. Dan mag de ambulance het mooi oplossen. Die kunnen beter inschatten of ze het slachtoffer zomaar uit de auto kunnen halen of niet. Is er een kenteken te lezen ergens? Jazeker. Wat je allemaal kunt inmiddels met die diensttelefoontjes, hè. Target vehicle license plate. 4, 6, David, Zebra, 3, 6, 4, a possible stolen vehicle, a traffic violation, proceed with... Thanks. Oh, so. 12-0-1-0-12-0-1-0. Adam, 12. Nou, goed, dat is verhoord. Zij was niet de eigenaar van het voertuig. Ze is nu duidelijk wel een beetje onder invloed van, maar goed, ze mag mee naar het ziekenhuis. Waar wij later haar gaan verhoren. Hier gaat de VOA oplossen. Deze melding is ten einde. En in het ziekenhuis gaan dus collega's haar opwachten. Aangezien het een gestolen voertuig is. En zij niet de eigenares was. Ambulance gaan met spoed naar het ziekenhuis, snap ik ook wel, ze is gereanimeerd, dus het is ook nu niet mijn taak om haar aan te houden. Of iets. Want ja, dan word je gereanimeerd, kom je tot leven, ben je meteen aangehouden. Dat kan sowieso niet. Maar als ze nu met de politie mee zou gaan na een reanimatie, ja dan... Ja, mijn fout, maar ja, ik wou even. Oh, dan gaat alles fout. Ik wou even blauw erop zetten zodat de ambu makkelijk kon optrekken. Want je kunt natuurlijk met zo'n busje niet in één keer 120 rijden, wat het overige verkeer wel rijdt. Zo, ingehaald. En weer inzetbaar. Een bericht voor alle wagens. Officers report, we are code 4. Even kijken, we hebben hier een verdacht voertuig. Zou daar links rechts om recht op mij afkomen. En even keren. En kenteken check doen. Gas gaat erop. Wat gaan we allemaal doen, joh? Wat gaan we allemaal doen? Gaat hij nou achteruit rijden? Erg zenuwachtig, geloof ik. Nou, hij gaat hier links afslaan.
Oh god. Oké, je gaat er vandoor. Achtervolging. Ja, een eentje erbij, dankjewel. 12:05, ik ben onderweg. Vertoonde al erg zenuwachtig gedrag. Kamal zit achter ons. Zo. Stoppen. Stoppen, hier komen. Uitstappen, goed zo, staan blijven. Staan blijven, zegt de vonk te voet, langs het bureau, verdachte gevallen, u gaan kijken, als je mee wilt werken, hier blijven, is goed zo, kom, helemaal klaar mee. En meewerken, goed, taser, meewerken voor het getaste. Ik heb namelijk ook nog collega's met een vuurwapen, die met plezier schieten. Mian verplicht aangehouden, we gaan uitzoeken wat je allemaal hebt gedaan. Negeer een stopteken, ben je nu voor aangehouden. Hoor. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Heb jij nog voorwerpers bij die je niet bij mag hebben? Ik ga even fouilleren, even staan blijven. Oké, niks. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh. Zodat het transportbusje nou even snel komt. Get in the car and behave! Dan gaan wij daarna even heel snel naar die auto die daar waarschijnlijk gestolen is en de heuvel op probeert te komen. We rijden parallel. Hier kan ik over. Oh! Konijntjes! Oh, konijntjes, oh god. Rip, ja. We have a criminal resisting arrest in Palato Forest. Hoi, jij bent aangehouden. Nogmaals, oh je ligt onder mijn auto, dat ga je dood. Ik zal hem even verplaatsen. Ja, verdachte overleden. Tragisch ongeval. Eigenlijk lag ze er echt onder en niet er. Ja, nou ja, echt. Ik lag. Ja, laat ik zo zeggen, de auto stond niet op haar. Hij hing er zeg maar als een dak over, afdakje. Maar goed, ze is toch overleden. Ja, dat scheelt mij weer werk. Dispatch calling unit 6. We gaan hier nog eens kijken in de bergen. Daar zou iemand een contactverbod hebben voor. Oh, we moeten daar. Iemand zou een contactverbod hebben tegen iemand. Ja, en hij komt hem hier tegen in het bos. Daarboven staat waarschijnlijk het slachtoffer. Probeer even bij je te komen, vriend. Blijf rustig. Nu in het bos.
kijk, nu in de stad op straat zeg ik van goed, het kan ook zijn dat jullie bij dezelfde Albert Heijn boodschappen doen en dan kom je net die persoon tegen bij de Albert Heijn. Kijk, nu in een bos, dit bos, is dat een heel ander verhaal. Nu zeg ik, het is wel heel toevallig dat jij net iemand tegenkomt waar jij een contactverbod tegenover hebt, die onbewust jou tegen zou moeten komen. Dus ja, hoi, vertel. Help, please, officer. Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. He was literally just here. I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Please. Ja, can you help me? Ja, zeker. Citizens reporting average Caucasian male, blonde hair, dark shirt, dark pants, light sneakers. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Hello. Waarschijnlijk is hij aan het praten, maar dat heb ik even gemist. Er is iets misgegaan doordat ik mijn toeter gebruikte. Heeft hij waarschijnlijk gezegd van... is even gestopt met praten. Meneer, u bent op dit moment aangehouden. U hebt een contactverbod geschonden, hoe noem je dat? Bent u niet nagekomen en u wordt nog gezocht door ons. Dus we gaan naar het bureau met een collega. En als u een advocaat wilt, dan mag u... een raadplegen. Ik wil nog even u fouilleren. Voorwerpen die u bij heeft. Nou, goed, niks strafbaars in ieder geval bij. En dan gaan wij langzaam nog één melding doen. En dat was hem dan. Voor vandaag met deze auto. Oké, die kunnen we aannemen. We hebben iemand die wordt gezocht in een voertuig. Zou redelijk gevaarlijk zijn. BTV-procedure is daarbij van toepassing. En de Zulu zou erboven zitten. En de Zulu zit erboven. Ik heb zo'n vermoeden dat hij hier in de bos rijdt en niet. Op de snelweg. Volgen we de Zulu, dan volgen we de verdachte. Ik zie de Zulu niet meer. PC daar zo. Goed, konijntje, let nou toch op. Jullie lopen hier allemaal wel zo. Oh god, wat is dat? Niks gezien. De verdachte begeeft zich in westelijke richting. Dankjewel, OC. Dat is deze kant op, geloof ik. Maar waar? Waar is de Zulu? Daar is de Zulu. Zulu, what the fuck? Rijden we allemaal heen, joh? Staat er nog steeds? Hier zo. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Ik dacht, ik zet hem even klem zo net voor het wegrijden en de openbare weg op gaan. Maar dat is me toch mislukt. Politie, alle inzittenden van het zwarte voertuig uitstappen met jullie handen omhoog. Jullie zijn aangehouden. Welke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten? Dat is een verdachte beweging, meneer. Goed zo. Ik zeg het maar. Liggen blijven. Andere inzittenden van het zwarte voertuig maken jullie zelf bekend. Nog meer inzittenden van het zwarte voertuig. Laatste kans om jullie zelf bekend te maken. Inmiddels zijn er hopelijk collega's bij mij aangesloten die nu de verdachte
onder schot houden. Meneer, we hebben aangehouden. We niet onverplicht. Verplicht. Je kunt beter even zwijgen. Nu goed. Attention all units. Deze melding is ten einde. Goed werk. Kofferbak checken. U wordt gecontroleerd, meneer. Of die voorwerpen bij die bij mag hebben. Niks, oké. Okay. Kofferbak check. Niks in de kofferbak. Oh, mijn vuurwapen ligt daar en mijn vuurwapen is terug. Goed zo, vuurwapens bergen. Of wapens bergen eigenlijk. Mensen, ik wil u bedanken voor het kijken. Vonden jullie een leuke video? Laat dan zeker even een like achter. En ook een download en een like via Team MOH op GTA 5 mods. De toerrek staat in mijn beschrijving. Als ik eraan denk, want ik vergeet het nog wel eens. Excuses daarvoor. In ieder geval shout-out naar hun. En ik zou zeggen, tot de volgende video. En dat is ook met een nieuw voertuig van Team MOH. In Unmarkt en Kamar. Dus voor de mensen die Team MOH een beetje volgen, die weten al genoeg. Tot dan, doei!